En ondertussen maken wij kennis met onze muzikale gasten. En die kennen jullie ongetwijfeld nog wel van The Voice van Vlaanderen. Kijk even mee. Ja, dat zijn natuurlijk Ziggy en Maaike van The Voice van Vlaanderen. Die zitten nu bij ons op de zetel. Goedemiddag. Goedemiddag. Daar is het eigenlijk allemaal begonnen, hè? Die klik tussen jullie. Ja. Ziggy, vertel eens, voor de mensen die The Voice gemist hebben, wat was dit? Dat was eigenlijk een battle dat wij moesten doen. Dus we zijn alle twee uit een, noemt dat weer al? De Blind Edition dus gekomen. Ik ben er later bij gekomen, dat was via een wildcard. Ja, ja, ja. En toen hebben ze ons samengezet voor het nummer 9 Crimes te brengen van Damien Rice. Ja. En we hadden direct alle twee zoiets van, we vonden alle twee wel een mooi nummer. Dus we hadden zoiets van, we gaan er geen battle van maken, maar een duet. En dat was denk ik ons sterkte dat we iets gebracht hebben dat we zelf ook wel tof vonden. Ja. En ook gezegd hebben van, achteraf wordt wel beslist wie van ons twee naar verder gaat. En wie was het dan uiteindelijk? Maaike, nee. Ja, maar ja, het was dan zo moeilijk voor de jury ook, hè, om te kiezen wie dat ze moesten laten gaan. Hè. Ik dacht eerst dat ze op uiterlijk afgingen en dan voor mij gingen kiezen, maar toch niet. Wat? Ja. En wat dacht je dan, Maaike? Want dat is toch een moeilijk moment, denk ik. Hè? Jullie hebben dan hard gewerkt om een mooi liedje te brengen. En ja, we kwamen ook gewoon goed overeen. En dan is dat jammer. Allee, je gunt het elkaar eigenlijk allebei om door te gaan. Ja, tuurlijk. Maar het is een wedstrijd. Hè? En dat is altijd de negatieve kant aan de wedstrijd, natuurlijk. Ja, dat is zo. Maar jullie hebben het wel positief opgenomen. Ja. Want de wedstrijd is dan afgelopen. En dan hebben jullie gezegd, we gaan er samen nog iets aan breien. Ja. Inderdaad, een paar maanden later... Er was sowieso sinds The Voice een muzikale aantrekking, noem ik dat. En een paar maanden later hebben we dan toch met elkaar een keer afgesproken voor wat samen te repeteren. En dat klikte in bijna alle nummers dat wij samen brachten. Dus ik had zoiets van, ja, willen we samen niet een nummer opnemen. Nochtans, is gek, jij bent zo wordt het omschreven, het engelenstemmetje. En jij dan een zware, doorleefde stem. Maar dat gaat wel goed samen, hè? Ja. Wel, misschien net daarom dat zoveel uit elkaar ligt, eigenlijk. Ja. Dat goed blendt. Ja. En toch, jullie verschillen toch ook wel wat van leeftijd, vermoed ik, hè? Ja, twee jaar zo ongeveer. Nee, we schelen bijna 20 jaar. Ja. Dus het kon je dochter zijn. Inderdaad. Straf. Ja, want dat is raar. Iedereen denkt dat wij zo tegenpolen zijn, maar eigenlijk komen wij op veel vlakken goed overeen. Op welk vlak nog? God, eigenlijk op maar alles. Maar ook zo ideeën over muziek en... Ja. En allee, de genre zou we graag horen. En dat is ook belangrijk als je samen muziek maakt. Ja, dat je hetzelfde idee hebt van zulke muziek willen we maken. Mm-hmm. En allee, dat is gewoon toevallig dat heel goed gaat. Ja, natuurlijk. Ja. En hebben jullie nu samen dan een platencontract? Of is ieder afzonderlijk? Of hoe moeten we dat zien? Ja, getekend eigenlijk. We hebben elk afzonderlijk een platencontract getekend. Ja. Maar het is de bedoeling dat we samen werken. Ja. Ze hebben ons getekend voor die eerste single al. Ja. Ja, want jullie hebben nu een eerste single samen uit. Ja. Dat is ook een nummer dat jij hebt gemaakt, geschreven. Ja, ik heb dat geschreven, ja. En de arrangementen zijn geschreven door Patricia van Neste van Balthazar. Van de arrangementen van de strijkkwartet. Ah ja. Ja. En hoe moeilijk is dat dan om een duet te schrijven? Want ik denk, een liedje op zich is al moeilijk om dan nog eens met verschillende stemmen en... Dat ging heel vlot eigenlijk. Ja? Ja, want in het begin repeteerden wij heel veel nummers van mij, maar dat het dan een stem eigenlijk van mij geknipt werd en dat haar stem dan in de plek kwam. En dat lukt wel, maar toch is dat geen duet. Het zijn solonummers die in een duet worden gevormd eigenlijk. Ja, ja. En nu is dat echt een duet geschreven en dat is veel gemakkelijker omdat je... Ik kan eigenlijk al de stem van Maaike indenken als ik dan aan het schrijven ben van oké, dat gaat zo zijn en dat gaat schoon zijn en dat gaat... Ja. Dus, Allee, goed, dan willen we dat horen, hè, hoe dat klinkt. Want het heeft ook iets met december te maken. Blijkbaar. Ja. Dat is de ideale maand om daarmee uit te komen dan. Dus dan liever nu als in januari. Ja, dat is waar, want dan is het alweer voorbij. A cold night in december, vorige nacht was het heel erg koud. Ja. Dus jullie zijn op de ideale moment naar hier gekomen. Neem maar plaats, dan gaan we eens luisteren hoe die eerste single klinkt van... Ziggy en Maaike, onze muzikale gasten van vandaag. Plezant om die mensen nog een keertje terug te zien, nu bijna een jaar na The Voice van Vlaanderen. Binnenkort zijn er trouwens nieuwe blind auditions. Benieuwd wie daar weer naar voren zal treden. Maar vandaag dus Ziggy en Maaike die hun eerste single of hun eerste duet zeg maar, voor ons zullen brengen. A Cold Night in December. Hier zijn voor jullie Ziggy en Maaike.
great can it be to remember? All of the things you've been through, when all you can see is simply confusion, and all the stories seem untrue. It's cold. Nothing but fights on the news. How great can it be to remember when all there is left? In december, gezongen door Ziggy en Maaike, bekend van The Voice van Vlaanderen, live bij Studio TVL. Kom er maar terug bij zitten hoor, jullie mogen alles daarachter laten, de gitaar mooi op de plaats leggen. Klinkt heel mooi, echt waar. Okay. Ja. Het klinkt inderdaad helemaal. Ja. Goed, zeg, jullie hebben er ook nog een leuke clip aan vastgehangen, ja. Heb ik ja. gezien. Ja, hè? Is dat belangrijk om dat te hebben tegenwoordig? Ja, ik vond dat gewoon een leuk idee om te doen. En ik denk wel dat dat belangrijk is, dat de mensen ook zo... Ja, beeld kunnen vormen. Beeld, ja. Zeker op YouTube. En YouTube is heel belangrijk tegenwoordig. Ja, en al die verschillende kanalen waar dan die clip kan gedraaid worden. Jullie hebben het in zwart-wit gedaan. Waarom? Ja. De soberheid. De soberheid, ja. Het is een sober nummer ook, hè. Ja, dat is ook. Ja, het is zo heel puur en eigenlijk alleen maar met gitaar. Ja, dat klopt, ja. Natuurlijk, de single zelf is wel mijn strijkkwartet. Ja. Maar we kunnen het eigenlijk, omdat het nummer geschreven is op akoestische gitaar, kunnen we het ook gewoon perfect overal brengen. Met akoestische gitaar. Dus jullie kunnen overal zo optreden? Ja, dat klopt. Gebeurt dat vaak al? Ja, af en toe wel. Ja, en soms hebben we ook nog gastmuzikanten mee, dus dat is ook altijd leuk, zo extra gitarist en drum. Ja. En doen jullie dit nu professioneel? Is dat jullie fulltime bezigheid? Of ik doe dat professioneel, maar Maaike studeert ook nog. Oei, dan komt de drukke periode eraan. Ja, maar ik
ga dag per dag en het lukt tot nu toe. Dus ik en wat studeer je? Kleuteronderwijs. Oh, fijn. Oh, dat is ook wel veel werk. Ja, maar het is wel een hele toffe richting. En tot nu toe lukt het om te combineren, dus hopelijk in de toekomst ook. Ja, een juffrouw die goed kan zingen, dat is altijd goed meegenomen. Ja, wel, het is belangrijk vak, in de klas dat we ook veel zingen. Dus, ja. En is dat jouw droom om voor de klas te gaan staan of eerder toch op een podium? Ja, mijn grootste droom is toch wel echt fulltime zangeres kunnen worden. Ja. Maar ik sta ook heel graag in de klas, dus ik vind dat ook superleuk. En ja, dat is ook belangrijk. En zing je al van als je zelf ook een kleutertje bent? Mijn ouders zeggen van wel. Dus, ja. Blijkbaar heb ik ook ooit een keer thuisgekomen van school in de kleuterklas en gezegd mama, de juf zingt vals. Oh. Maar ik weet dat niet meer. Grappig, ja. En jij, Ziggy, van wanneer heb jij zo die microbe te pakken van muziek? Mijn eerste optreden was ik 14. Dus dat is al 25 jaar. Ja. Toen, en dus nu? Dat was ik eigenlijk al bezig met eigen nummers, maar ook vooral covers van de Stooges en zo. Iggy Pop en de Stooges vond ik heel tof. Ja, ja, ja. De groepen die ik zelf graag hoorde. En toen is dat heel snel gegaan als ik 18, 19 was, want toen zaten wij met onze groep in Humo's Rock Rally finale. En toen is dat eigenlijk heel snel iets professioneler gegaan. Ja, ja, ja. Ja, dus grotere optredens, betere klank, groter publiek. Maar dat gaat zo in ups en downs. En dan leer jij veel van hem waarschijnlijk? Ja, een man sowieso. Met veel ervaring. Ja, hij speelt ook heel goed gitaar en ik zou dat ook graag kunnen. Dus, ja, speel je een instrument? Ik speel eigenlijk piano, maar ik heb ook op mezelf zo wat gitaar geleerd, maar nog niet. Een tiende zo goed van wat dat Ziggy kan natuurlijk, maar... Allee. Maar Ziggy, jij leert misschien ook dan weer andere dingen. Ik leer veel van haar ook, omdat zij technisch beter onderlegd is. Ah, ja. Dus uiteindelijk, ze heeft 2 jaar Lemmens Instituut gedaan. Ah, ja. Ik heb niks van technische bagage, dus dat is wel tof dat zij kan zeggen van zou je niet beter naar daar of dat akkoord of dat. Dat vind ik wel leuk, ja. Allee, dat is het goed, hè. En gaat er dan een vervolg op komen? Gaan jullie nog meer van die nummers uitbrengen? Of is dat hopelijk nu wel. Het hangt veel af van deze single nu, hoe dat die aankomt bij de mensen thuis. Of dat ze het goed vinden en of dat werkt. En, Maar die is te koop op iTunes, veronderstel ik. Ja, te koop op iTunes, ja. Okay. Het is zo, als de eerste single goed werkt, dan kun je terug via gaat een platenfirma je steunen. Voor een tweede single. Hè. Als dat niet zo is, dan gaat die platenfirma dat waarschijnlijk niet meer doen. En dan moet je het zelf uitbrengen. Dat is een moeilijkere weg. Dat is altijd moeilijker. Dus de druk ligt hoog. Ja, maar sowieso gaan we blijven muziek maken. Maar het is een prachtig nummer. Door ons is het alleszins al goedgekeurd. Heel fijn dat jullie hier waren. Dank je wel. En fijne eindejaarsfeesten voor jullie ook. Hè.